Wij onderhandelen niet. We voeren overleg. Woorden van Jules Weidenbos, raadsadviseur van president Boutersen. Onze nieuwsdienst vroeg hem gisteren voor de beëdiging van de vijf ministers naar de stand van zaken omtrent de herwaardering onderwijsgevenden. Volgens Weidenbos is de herwaardering een programma waarbij de regering de hoofdverantwoordelijke is voor de uitvoering. De raadsadviseur zegt verder dat de salarisaanpassing slechts een onderdeel van dit programma is. Maar men concentreert zich natuurlijk alleen op dat loononderdeel. Maar dat is het niet. Het is een programma om de kwaliteit enigszins op te krikken. En ik geloof dat het goed gaat. Natuurlijk heb je altijd verschillen van opvatting. Maar we zijn blij in de eerste plaats dat de scholen open zijn, omdat het uiteindelijk gaat om de kinderen. En als dat op gang komt, dat was ons streven altijd, dan kunnen we gewoon, we gaan ook verder met de mensen praten, et cetera. En ik denk wel dat het goed moet komen als de wil aanwezig is. Je moet je positief opstellen. Volgens Weidenbos heeft de regering zich geconcentreerd op de herwaardering van het onderwijsveld, maar er is ook een commissie ingesteld om te praten over de herwaardering voor het geheel ambtenarenapparaat. Wat die commissie tot resultaat heeft, als resultaat heeft bereikt, weet ik niet precies. Maar daar moet naar gekeken worden. De pers heeft bij zijn jaarreden ook aangekondigd dat hij iets gaat doen voor de ambtenaren. Dus ik geloof dat we niet te haasten moeten zijn, maar de onderwijsgevenden, die staan nu centraal in de zin. We hebben ook gezegd, vooruitlopend op de algemene waardering gaan we met de onderwijs. Dat is het. Jules Weidenbos, raadsadviseur van de president. We spraken hem gisteren op het presidentieel paleis, kort voor de beëdiging van de nieuwe ministers.